Best for Soil, biofumigatie, praktische informatie, voor- en nadelen. Hallo, mijn naam is Vincent en ik doe al 15 jaar onderzoek naar biofumigatie. In deze Best for Soil-video krijg je veel informatie over deze ziektebestrijdingsmethode die is ontwikkeld om chemische natte grondontsmetting van de bodem te vervangen. Dus, wat is biofumigatie? Biofumigatie is het gebruik van specifieke groenbemesters die chemische verbindingen bevatten, die na opname in de bodem worden omgezet in giftige gassen. Deze gassen kunnen helpen bij de bestrijding van bodemziekten. Eigenlijk zijn brassica-soorten, met name mosterd- en sorghumsoorten, de belangrijkste groenbemestergewassen die worden gebruikt voor biofumigatie. Mosterd bevat glucosinolaten, die worden omgezet in de actieve groep van chemicaliën die isothiocyanaten worden genoemd. Deze groep geeft de mosterd zijn sterke typische smaak. Sorgumsoorten bevatten deurin, een stof die wordt omgezet in waterstof cyanide. Deze giftige stof wordt ook wel blauwzuur genoemd. Voor beide groepen plantensoorten zijn er grote verschillen in het gehalte aan giftige stoffen. Het onderzoek naar biofumigatie was een gevolg van de geleidelijke afschaffing van methylbromide, een veelgebruikt chemisch grondontsmettingsmiddel. De onderzoeksactiviteiten zijn grotendeels in de jaren 90 van de vorige eeuw gestart. Om biofumigatie te laten werken, moeten rassen met een hoge biomassaproductie en een hoge halte aan specifieke stoffen worden gebruikt. Bij de teelt van Brassica's met een hoog glucosinelaatgehalte moet het gewas worden besmet met extra zwavel omdat glucosinalaatverbindingen veel zwavel bevatten. Het is ook belangrijk om de gewassen tijdens het juiste gewasstadium op te nemen, dat wil zeggen vlak voor de bloei voor zorgem of in het bloeistadium voor mosterd. Planten moeten fijn gehakt worden, of beter nog, verpulverd om een snelle afgifte van biociden in de bodem te bevorderen. Irrigatie is belangrijk vooral wanneer de bodem droog is, omdat dit het vrijkomen van de giftige stoffen versnelt en ook hun verspreiding in de bodem verbetert. Als er geen irrigatie beschikbaar is, mag het gewas niet worden opgenomen wanneer de bodem te droog is. Hoewel biofumigatie is gebaseerd op het genereren van giftige stoffen, is het een natuurlijke methode. Er zijn geen meldingen van negatieve effecten van deze methode op nuttige organismen en daarom wordt de methode algemeen aanvaard en ook door biologische telers toegepast. Het effect van biofumigatiegewassen is niet specifiek. Isotiocyanaten en waterstofcyaniden hebben in principe op een breed scala aan bodemziekte invloed. Naast het voorkomen van giftige gassen heeft een biofumigatiegewas hetzelfde effect als een traditioneel groenbemestergewas. Ze stimuleren de algemene microbiële activiteit in de bodem. Dit resulteert in een verlaging van de bodemziektedruk. Meer informatie hierover vindt u in de video's over groenbemesters. Groentetelers zijn positief over groenbemesters voor biofumigatie omdat ze sneller groeien dan traditionele groenbemesters. Een groenbemester heeft ook voordelen die verder gaan dan enkel de bestrijding van bodemziekten. Ze verbeteren de bodemstructuur, verminderen erosie, voegen voedingsstoffen toe aan de bodem, verbeteren de waterinfiltratie en verminderen nitraatverliezen. Na meer dan 25 jaar onderzoek wordt de methode nog steeds niet veel gebruikt. Dit kan te wijten zijn aan de relatieve complexiteit van de methode in vergelijking met chemische grondontsmettingsmiddel. Ook de gerapporteerde effectiviteit lijkt lager te zijn dan die van chemische producten. De hoeveelheid giftige stoffen die vrijkomen bij het verwerken van verse planten kan te laag zijn om ziekteverwekkers te doden die dikwandige organen hebben die hen beschermen tegen de vrijkomende gassen. Een nadeel van deze methode binnen een vruchtwisseling is het vrijkomen van stikstof bij het inwerkproces. Vooral bij hogere temperaturen kunnen slechts weinig vruchtwisselingen met succes een biofumigatiegewas combineren met een gewas dat in staat is de extra stikstof te benutten. Hogere hoeveelheden giftige stoffen worden gegenereerd uit afgeleide producten van biofumigatiegewassen zoals ontvet zaadmeel. Dergelijke producten zijn in sommige landen commercieel verkrijgbaar, maar ze zijn relatief duur en concurreren met chemische oplossingen. Als groenbemester heeft het ook de gemeenschappelijke nadelen van groenbemesters. Biofumigatiegewassen kunnen waardplanten zijn van bodemziekten of aaltjes die ook de belangrijkste gewassen in de vruchtwisseling infecteren. In dergelijke gevallen kunnen ze de druk van bodem juist verhogen in plaats van verlagen. In de Best for Soil databases zijn ook verschillende biofumigatiesoorten opgenomen. Zo kunt u ze meenemen in de planning van een goede vruchtwisseling.